Yo, je bent Skrom de Kier en vandaag zijn we weer terug met een nieuwe vlog. En vandaag gaan we echt iets heel erg leuks doen, want we gaan vandaag, jawel, de auto chippen. Eindelijk. Even wat meer geluid, iets meer pk. Doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan voor meer video's, want we uploaden natuurlijk veel vaker video's. Belletje even aan, ping, ping, ping. En dan komt alles goed. Ik ga eerst even naar Wanne toe, want die gaat gezellig mee vandaag. En dan weten we al gewoon, dan wordt het vast een leuke dag. Met de auto, met de golf. Let's do this. Ja, ja, we zijn bij Wander. Eigenlijk moeten we die ook even chippen, toch, die Mini Cooper van hem. Weet je, er kan toch volgens mij makkelijk 170, 180, 190, 250, 1000 triljoen pk uit? Tuurlijk. Maar ja, dat is dus het lastige met leaseauto's, dan kan dat net wat minder snel. Dat is lastig. Maar nu zit ik te wachten op Wander, maar volgens mij hoort hij mij helemaal niet. Dus ik denk dat ik hem even ga bellen. Want anders slaapt hij gewoon door, die Wander. Oh nee, komt hij echt precies letterlijk nu aan, nu ik het erover heb. Nou, daar komt hij hoor. Oh, fresh boy Wander! Oh, je gaat in de achterbak mee? Nee. Ja, ik denk dat kan ook natuurlijk dat je in de achterbak... Ik heb mijn tas hier even niet. Oh, oké, nee, dat kan ook. Nee, je mag niet achterin zitten. Waarom niet? Nee, die heeft slechte rug. Dat is voor belangrijke mensen, die moeten altijd achterin. Oké, okay, nou ja, als jij dat wil, nee, is goed. Nee, dat durf ik niet. Ja, dat is wel voor corona natuurlijk belangrijk, hè? Yo, man. Holy moly, waar is je stofzuiger? Wat? Ik bedoel... Oh, wat? Is dat vies? Hier, allemaal vies. Allemaal dingen. Ik zit daar nooit, dus ik zie dat niet. Bij mij is het helemaal vies. Ik zal het tegen zeggen, maar welkom. Nee, we gaan nu, want anders komen we te laat. Ik haat dus gewoon te laat komen. We gaan naar JD Engineering en... Oh, wat? Serieus? Nou, suck it, jongen. Suck it, baby. Oh, ik kon hier echt heel slecht tegen. Nou ja, je doet het goed, Wander. Welkom in ieder geval. Dank je. We gaan snel. Ik zal de airco ook even aangooien. Ja, we gaan even een eindje rijden, dus dat wordt niet zo bijzonder. Wander zit toch aan het stofzuigen, die is druk vandaag. We gaan de auto chippen, let's do this, let's go, tumpie up! Zo, ziet er ook wel echt dik uit. Dat is mijn oude degraterend GT'tje. Wat een ding. Hey, koffie meteen. Koffie, ja, twee klaargezet. Dat is wel lekker. Ja, we zijn nu hier bij JD binnen. Even wachten, want er is iemand anders zijn polo even aan het chippen naar 400 pk plus. Meer dan 400. Meer dan 400 pk. Ik zal hem zo even laten zien. Die man kende ook toevallig onze vlog, dus dat is wel grappig. Dan kun je ook gewoon rustig die auto filmen. Kan hij zijn eigen auto weer terugzien in de vlog? Dat is toch wel leuk. Zeker. En die ene man is nu een testritje maken met mijn auto, zodat er geen grote problemen in zitten. En dan kunnen wij gaan chippen. En ze doen hier alleen Volkswagen's, toch? Nee, ze doen ook Audi en dat soort dingen. Alles van de Volkswagen groep. Dus ik ben een beetje slecht bezig vandaag. Je hebt een Mini Cooper pet op. Hai, ja. Oeps. Nou, we gaan maar even afwachten. Goeie koffie. Ja. Lekkere sterke koffie. Ja, dat is gewoon die alles meenemen? Deze nemen we even mee. Dat apparaat til jij hem even op. Even afkoppelen. Oh wel? Ja, nee, staat die leiding niet gewoon op Barneveld? Ja, de stroom er gewoon ook in. Nou, dat is misschien wel handig. Heeft een draadloze stroom. Kom op. Ja, 2020. Ja, dat is waar. Het lijkt me trouwens heel eng, draadloze stroom. Maar goed. Ja. Geef ik vind deze auto... Ik weet niet hoeveel pk dit dingetje heeft. Vet interieur ook, hè? Super luxe, leren stoelen. Heeft ook massagestoelen. Ja, massagestoelen. Ja, ongeveer zo. Dan ga je... Voor je nek. Ja. Hey, nou ja, echt heel dik. Is dat nog een leuk polootje, 400 pk. Deze is van Wander, die neemt hem zo meteen mee, denk ik. Oh, je hebt een mooi stuurtje. Wordt dat de Alcantara niet snel vies? Schoonmaken. Oké, dat kun je gewoon onderhouden dus. Oh, dat heb ik ook weer wel geleerd. Het is wel vies, maar je moet er vaak veel schoonmaken. Je moet het even een beetje schoonhouden. Ah, ziet er wel echt leuk uit. Een mooie pup. Zo, die diffuser, waar heb je die vandaan, joh? Ja, geen idee waar ik... Hij ziet er echt heel gaaf uit, de diffuser. Laat even weten in de comments wat jullie van deze diffuser vinden. En je velgen vind ik ook echt heel nice. Kijk eens even aan. 2500 van gemaakt en dit is 341. Deze schijnt ook echt helemaal van goud te zijn van binnen en zo. Dit is echt het dure model. Dat is gewoon een Polo Eddentje. Ja, nice. Ziet er leuk uit. Nice. Hij is goedgekeurd, Wander. Hij mag getuned worden. Oh, mooi. Worden. Je hebt weer een APK'tje. Ja, oh, nee. Hij heeft wel een APK laatst gekregen, hè? Oh, vet. Ja, gratis APK'tje. Wow. Ja. Ja, dat is wat chill. Nee, maar hij is goed gekeurd om te chippen, dus... Nou, hij is even aan het updaten. Ik had blijkbaar nog heel veel updates. Zoals die man al zei, Windows 10 komt erop. Er zat nog Windows 95 op of zo, dus dat is top. Even wat nieuws. En je stofzuiger ligt hier ook nog steeds. Ja. Alleen het duurt wel even, dus dat is kak. Maar dan moeten we even wachten. Jij dacht dat het een kip was, hè? Ja, nee. Je hebt een nieuwe pony of zo. Laat zien. Je hebt je haar geknipt, toch? Yeah. Leuke pony. Ja. Kijk, mini pony. Wat? Het is een mini pony, weet ik hoe je dat noemt. 1 pk? 1 pk. Ja. Oh ja, ponykracht, daar komt het vandaan. Ja, ja, ja. Hey Geer, waar? Leg je lekker te chillen daar. Oh, ligt ook echt een varkentje. Hey, maar wel leuk, zo'n mini pony.
En ik snap nu waarom ze een pony een pony noemen. Moet je dat haar zien? Dat is net zo'n horrormeisje. Vind ik. Best een leuk vliegje erop. Ja, je maakt er echt een hoop mee als je aan het wachten zit op je auto. Daar ligt er nog één trouwens. Zijn broer, daar lig jij ook. Als je nou een paard had of zo'n pony had met veren, had je een pony veren. Jezus. Deze velgen moet ik erop hebben, want dit zijn echt gewoon... Dat is goed. Maar heb je die sleutel? Ga je hem er even afhalen? Ja, natuurlijk. Oké, okay, dat is goed. Ja, dit is echt wel heel nice. Volgens mij is deze ook iets verlaagd. Dik, echt heel dik. Ja, is goed. Doe je ding. Ik heb hem aanstaan. Nou, dat knettert wel leuk. Klinkt al wel een stukje beter, vind ik. Zo! Ja, dat is beter. Ja, nou, doei. Hij gaat er nu tegen een boom aanrijden, ben ik er ook weer vanaf. Heb je dit ook een keer meegemaakt in mijn leven, weet je wel. Normaal maak je het niet echt bij. Volgende keer met je BMX erop. Ja, BMX erop. Kijk of ik een PK-fiets heb. Kun je er ook een fiets op zetten om te zien of het PK heeft? Nee. Nee, ja, dat is te zwaar. Met jouw kampje, dan lukt het wel. Lekker makkelijk, wel. Makkelijk. Hey. Achter de ramen, waar je thuis hoort. Een nieuwe baan. Woe. Nou, daar gaat hij. Geef je daar, dan kunnen we zien of het kan heeft. Pak even jouw oordoppen. Ja, dat is goed. We moeten even oordoppen opdoen, waarschijnlijk maakt hij nogal veel herrie. Omdat je natuurlijk hier in een kleine ruimte zit met galm. De banden die staat veilig daar. Tuurlijk. Ah, de oorkant. Ah, alsjeblieft. Dat staat me goed. Doe even verliesmeting. Ja, dat is waar we de aandrijfverliezen van de auto. Ja. Dan stellen we het voertuig in. Dan moet je eigenlijk de meting van het Zo, er kwam een hitte vanaf als je erachter staat. Ja, als je... Vet man. Was echt warm erachter trouwens. Ja, laat het echt een hoop hitte vanaf. Ja. Maar nu zat hij op 373. 373, ja. Dus dat is goed. Leuk. Woehoe. Hebben we dat even een keer meegemaakt. Dat is toch ook wel een keer leuk. En nogmaals, 373. Prima. Dat voor stage 1. Maar goed, Wander, je hebt een mooie zonnebril op. Ja, die is voor jou. Ziet er goed uit. Ja, vandaar dat ik hem mooi vind. Ja. Hè? Ik dacht al, wat zie je er toch sexy uit vandaag. Dankjewel. Hij is klaar. Tijd om naar huis te gaan. Alleen, nou moeten wij opeens twee mensen meenemen. Ja. Want wij houden ons aan de coronaregels, hoor, jongens. We hebben een dekcel hebben we ertussen en zo. Dat fixen wij allemaal. Dus dat komt helemaal goed. Maar die mensen die kwamen tegen, die hadden autopech. Je had het net over je invisible shield. Invisible shield, dat ja. Er zit ertussen. Dus die mensen rijden we even mee tot Stroe. En daarna gaan we eens even de auto testen. Dus dat gaat leuk worden. Ik heb er heel veel zin in. Ponies, gaan jullie mee? Ja, alleen die kleine, die grote moet zijn. Ja, dan nemen we die kleine mee, die kan achterin. Die past precies zo optillen. Nou, oké, okay, best. Oké, okay, dus ik zal even het gas indrukken. Even optrekken, broekje dan. Ja, dat is goed, toch? Ja, zeker. Ja, hij piept lekker. Dikke scheet. Nog een gas geven? Ja, doe even zo'n dikke scheet. Weet je hoeveel benzine dit kost? Ja, dat maakt mij niet uit. Kijk, daar houden we van. Hij doet gewoon lekker. Ja, maar dat is belangrijk, hè? Dat, even een beetje gorgelen. Moet je niet met diarree doen trouwens, gorgelen. Dat heb ik geleerd. Komt er naar twee kanten uit. Dat is echt niet lekker, dat moet je niet doen. Maar ik ben benieuwd, man, hoe die gaat rijden. Ik denk, als je hem zo in zijn vooruit zet, ja? Op de V van vooruit, ja? Heb je dat? Dan gaat ja, hij rijden. Ja, dat geloof ik. Maar ik ga nog even pissen voordat ik ga rijden. Kom ik even achter. Zullen we dat samen doen? Kom. Kom, Geer. Ja, maar ik wil eigenlijk nog even mijn auto aan laten staan voor het koelen. Oké, okay, nou gaan we nog even pissen en dan gaan we echt. Dat is een BMW i3 aan de generator. Nice.
Zo, we hebben even de mensen afgezet. Die gaan nu weg. Doei allemaal. Dus, nou, ja, die hadden autopech. Dat kan gebeuren, dus dan brengen wij ze even weg. Zo zijn we dan wel weer, weet je wel. Alleen, we hebben nu niet echt de snelheid kunnen testen. Nope. Dus dat gaan we nu even wel doen. We gaan even optrekken. Wat gaan we doen? Ja, even optrekken. 1, 2, even zwaaien. Eerst even zwaaien. Oké. Okay. Nou, ik ben misschien hier. Dit is het. Je voelt wel de pk's, hè? Het gaat wel snel. Nou, ik kan je vertellen, Ronde. Ja. Het gaat vlot zat, hoor. Ja, merk je veel verschil? Ja, jawel. Al is het maar 70 pk. Dat is dus heel veel eigenlijk. Dat merk je wel in snelheid, ja. Oh, lachen, man. Ja, vanaf hier is het moeilijk natuurlijk, want je voelt het niet echt. Nee, maar je Maar het was zeker heel rap. Ja, we waren snel 100, hoor. Ja, echt? Worden wij snel 100? Nee, maar we reden echt zeg maar binnen no time 130. Het was gewoon, ik keek op de ding en dacht, oh shit, 133. Ja. Ja, terwijl ik normaal dan voor mijn gevoel meer op 110 zit of zo. Geen idee. Maar het ging wel lekker vlotjes. Hij rijdt lekker, ja. Je schakelt lekker op. Dus thanks JD, nice. Goed gedaan. Top. Alleen we moeten nog even het geluid en zo even. Ja, we hebben al geluid getest natuurlijk. Maar we gaan er even in bannen, wel even een keer gas geven. Nou. Even een keer het gas intrappen, maar dat is het mooie werk in het leven, hè. Vind ik. Wat zei je? Even het gas intrappen, dat vind ik mooi leven, hè. Kun je het nog één keer? Even het gas intrappen. Dat is mijn favoriete woord nu. En we hebben twee mensen blij gemaakt die weer een uur dichter bij hun huis zijn. Oh, zijn toch aardige jongens vandaag, hè? Ja, we zijn een soort Uber. Alleen dan gratis. Uber cool. En gratis, ja. Maar ja, we moesten deze kant sowieso op. Dat klopt. Alleen met vier man had je natuurlijk niet echt het gas in kunnen trappen en bla bla bla. En nu is het cool. Zeker. Het is echt nice. Ik ben een blije jongen. Ja, best wel een grote spierbal. Hé, ons oude werk. Check, film heel even ons oude werk. Daar hebben we het zo meteen over het grote spier. Pushbeton. Daar werkte ik vroeger samen met Wander zelfs. Wij werkten hier samen. Een hele mooie tijd. Ja, dat ik zei, jij hebt grote spierballen. Ik vind die camera echt super zwaar, man. Ja, maar daar ben je aan, hè. Kijk, ja, rechts gebruik ik vaak. Ja. Oh nee, ik woon nu samen tegenwoordig. maar ja, zullen we er hier afgaan dan maar? Ja, denk ik wel. Lijkt me helemaal goed. Ja, dan kun je dat industrietrein op. Ja hoor. Hoppaarveld! We mogen alweer. Even een wedstrijdje met stoplicht, oké? Gaan we. Oh, je hebt gewonnen! Oh. We kunnen hier gewoon rechts staan. Ja, maar dat doen we niet. We gaan gewoon netjes achter deze aanrijden. Toeter die naar ons? Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Zo'n knetter van een power! Even jongetjes. Oh, ik zit jou helemaal niet te filmen. Ja, dat geeft helemaal niks. Nee, dit is een lekker uitlaat. Oh, hier is een mooi, prachtig dingetje. Even knetteren met de pup. Jazeker. Lekker hoor. Hij rijdt weer als een zonnetje. Oef. Dat reed hij sowieso al wel hoor, jongens. Ook heel eerlijk bekennen, maar. En we hebben daar een flitser, dus dat is sowieso een mooi spul. Ik ben dol op flitsers. Zullen we kijken, zullen we een record halen? Zullen we een record halen hier op deze weg? Het hardste door die flitser. Ja, ja, dat is nice. De jongens zijn ons aan het filmen, en dan filmen wij ze terug. Ja. Waarschijnlijk willen ze dat we gas geven. Oeh, dik bak. Wacht even, ik kan ook nog die uitzetten natuurlijk. Lekker hoor jongens, serieus. Hij niet op je mobiel, hè? Geen iemand op zijn mobiel. Wij gaan te hard. Hoe kun je nou op je mobiel rijden? Gewoon op de grond gooien eroverheen rijden. Kan gebeuren, hè? Kan gebeuren. Hoe dan? Maar hij knettert lekker hoor. Ja, even volgen. Oh, en het stinkt weer de Barneveld, joh. Ja, ik weet nu waar dit naar ruikt. Dit ruikt naar die rookbom die jij gemaakt hebt. Ja, kunstmest, dat zei ik al. Oh, daar kom ik nu pas achter. Maar ik merk wel dat die echt feller is trouwens. Puntje van de zaak. Zo, ik hoor nog een klappertje daar. Poep. Ja, hier staat de flitser. Dus hier moeten we even oppassen. Rustig aan. Het kan allemaal rustig. Nu
zijn we hier al in Barneveld, hartstikke leuk en aardig. En we gaan nu even, ik laat even wat beelden zien hoe ik voorbij kom rijden. Hoor je het geluid even van buiten? So good, very nice. Het geluid van de natuur. Ja, de natuur hemzelf. Oh wacht, laat ik vooruit gaan. Ik dacht, oh, dan heb je weer zo'n ASO. Dan is het goed, hè? Dat is goed. Als het dan als een asociale aanvoering, dan ben ik er tevreden mee. Nou, kom, dan breng ik je naar huis. Helemaal goed. Yeah. Doe je, Wander? Later. Doe je. Oh ja, vergeet je stofzuiger niet. Zo, zijn we thuis. Spulletjes even uit de auto halen. En top. Is dat ook weer gedaan. Ik ben er blij mee. Oh man, we hadden de hele middag niks gegeten en gedronken. Weet je hoe slap je dan wordt? Wander was ook echt helemaal slap. Was een beetje dom. Ik heb namelijk nog wat gehaald voor het BMX'en. Als je op mijn Instagram zat, wacht even. Oh yeah, die was nice, die was nice. Rock Bros, dat zijn eigenlijk zuignappen die plop je op het dak. Ik heb hem al een keer getest. Gaf geen schade, er zag geen kringen of wat dan ook. Dus tot nu toe zit het goed. En dan kan ik mijn BMX boven op het dak zetten. Wacht, hier komt een foto in beeld, dan snap je een beetje wat ik bedoel. Ik heb het al een keer getest. Dus dat is serious nice. Als we dan gaan BMX'en in de toekomst, kunnen we twee BMX'en op het dak zetten. Of op de mini van Wander kan natuurlijk ook. En dan kunnen we gewoon rond gaan rijden. Vet cool. Ik vind dat serieus echt vet nice. Zo, goeiedag. Dag 2 alweer. Niet te geloven. It's fantastic. We hebben wat nieuwe wijnen binnen. Kijk eens even aan. Een paar nieuwe wijnen. En een dikke vette boom. Cool. Nee, vandaag wou ik eventjes van die hendeltjes halen om die Rockbro zuignappen systeem op te hangen even in de schuur. Dat is wel makkelijk. En nog natuurlijk een keer de auto testen. We moeten nog even een keer vol gas. Ik reed gisteravond nog even alleen. En ik druk het gas in. En ik schrok er zelf een klein beetje van. Ik dacht bij mezelf, zo, ho, 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 zo deed ik echt. Ik dacht echt van, wow, hier krijg ik echt een hangpotje van waar niks in zit. Dus dat gaan we vandaag doen, hartstikke leuk. Ik weet niet wie er meegaat of er iemand meegaat met de auto. Het zou natuurlijk leuk zijn. Ik zou eigenlijk mijn pa nog even willen laten rijden. Alleen ik weet dat hij druk is met werk. Hij heeft natuurlijk die tuin bijna af. Dus dat tenminste de schutting en alles staat. Ik zal zo even een tuinupdate laten zien. En dus daar gaan we nog even snel heen om even te kijken hoe die tuin er nou eigenlijk een beetje uitziet. Dat is wel grappig. En we moeten binnenkort even langs Wander's huis. Want Wander's huis die begint nou toch langzaam wel een beetje wat voller te raken en bijna woonbaar te raken. En als dat eindelijk vol is, dan kunnen we ook Bob en Teun en zo weer opnemen een keer. Dus dan komt dat ook allemaal weer terug. Dus dan zijn jullie weer helemaal up-to-date van de week binnenkort. Maar gaan we eerst maar eens eventjes rijden. Ik ga maar eens eventjes naar de auto. Oh, en voordat we erin gaan, check dit. Swimming pool time, very soon. Nee, je wou het geluid nog even horen? Ben je benieuwd naar? Dit is het. Hij klapt het zelfs zo ooit. Hij maakt mooi lawaai. Ik vind het mooier als die vorige. Hij loopt egaler. Ja, deze roffelt wat meer. En dan roffelt hij wel leuk. De andere vond ik wat rauwer. Ah ja. Dus. Moet je even instappen, dan rij je een mini stukje. Het is 1:30. Ja. Hoe laat moet je naar je werk? Hij moet naar zijn werk. Sorry, werk van mijn vader. Dus mijn schuld is hij net iets laat komt. Zo, nou, dat was even met mijn pa rijden. Oh, wacht. Jullie wilden natuurlijk nog de tuinupdate zien. Tuinupdate, bam, nu. Tuinupdate. Nou, kijk eens aan. Tak zit erop. Top, Bob. Nou, dat was cool, hè? De tuinupdate. Het is dus bijna af. Alleen gras, tegels en dat soort dingen moeten er nog in. En dan is dat ook weer mooi. Hier zie je trouwens nog het papiertje die ik had gekregen. Als je daar naartoe gaat, print dit natuurlijk uit. Die ga ik even in mijn mapje doen, gewoon van mijn auto. En ik heb er nog een coole sticker bij gehad. Die kan ik op mijn auto plakken of zo. Maar aan de buitenkant hou ik niet van stickers. Je moet niet kunnen zien dat die iets sneller gaat dan normaal, weet je wel. Het moet geheim blijven. Ze gaan het niet doorvertellen als jullie dat doen. Oh, dan word ik boos. Maar, weet je wat het even tijd voor is, Trine? Hallo. Weet je het al? Unicorn-ijsjes. Ja, unicorn-ijsjes eten natuurlijk. Ja, lekker ijsjes eten. Nee, swimmingbed. Look at this. Swimmingbed. Je moet mijn aardbeien even laten zien. Oh, je hebt aardbeien. We krijgen ook aardbeien, jongens. En deze wordt echt knetterrood. Die was gisteren nog groen. Ja, wow. De achterkant was gisteren. Werden dat deze morgen dan ook rood zijn? Deze kun je bijna eten, toch?
Nou, nee. Zo, we hebben wel echt de meest misvormende aardbeien ooit trouwens. Ja, maar ik ga deze even klaarzetten, jongens. Dan kan die vol lopen. Als dan echt... Hoe ga ik hem oppompen? Ja. Met de mond zo. Nee, ik heb een pomp. Oh ja. Ik heb gewoon een pomp, dus dat is ideaal. Maar we moeten hem eerst even uitspreiden. Zullen we dat even doen? Heb je zin om te helpen? Nee. Oh, die deur moet echt dicht voor de vliegen trouwens. Oh, er zit nog water in. Van vorig jaar. Water? Ja, kijk. Een druppeltje. Blaas hem even op en dan doen we hem. Oh, er zit een mot in. Opeens beginnen te leren. Ja, dan schrik ik me kapot. Kijk, hij is nog een beetje vies, dus moeten we hem een beetje schoonmaken, denk ik zo. Maar dat komt wel goed, dan gaan we even redden. Ik ga gewoon even een beetje sputen en oppompen. En oppompen zeg ik kak. Nou, dan ga ik dat nu doen. Ah, dat zal warm worden. Nou, dat viel serieus gewoon mee. Alleen ik moet hem nog echt even schoonmaken, want hij is wel echt heel vies geworden. Viezer dan ik dacht. Ik ben dol op schrobben en poetsen. Dat is echt mijn favoriete hobby. Gatsie, dikke daddies. Oké, wat ik dus even ga doen, ik laat er een laagje in lopen. Dan kan ik hem schoonmaken. Dan laat ik er weer wat uithalen. En... Ik heb nog zo'n netje liggen, dan kan ik met dat netje weer troep eruit halen. En dan gaan we mijn maal vullen. Kan die morgen lekker warm worden, want het is eigenlijk zo... Laat bijna mijn kamer van. Het is zo warm natuurlijk, dus dat geeft niks. En dan hebben we daarna een lekker zwembadje voor volgende week. Of dit weekend misschien wel. I like it. Nou, nu even 10 jaar wachten voordat het ding vol is. Want het is kak. Hij is 70 centimeter hoog of zo en 3 meter breed. Dus dat is echt een fixbad. Ik moet alleen even opletten. Ik moet... Die ben ik vergeten. Die moet ik even aanvullen snel, want anders loopt hier alles er weer uit. Lekker bezig, kopie. En dat moet met dit. Dit is een motor. Filter. Die is de filter in. Ik ga even dat filter na checken of die schoon is. En deze moeten daarop. Ik weet niet meer hoe. Het is ook allemaal zo nasty shit. Ik ga het eerst even wassen allemaal. Dit is chloor. Altijd belangrijk, anders gaat je bad groen worden. Dat wil je niet. Dit zijn dopjes. Oep. Hiermee kun je hem weer leeg laten lopen. Fantastisch. Dus ga ik even snel aansluiten. Mission complete. Nou, kijk eens aan jongens. Het begint er al op te lijken. Het is niet te geloven. Alleen zit er gat in. Dus die heb ik even geplakt hier. Nou, hopen dat die goed blijft. Chloor de bie. Zo, ik heb de beugeltjes binnen. En daar kunnen we dan straks de Rockbro aanhangen. You rock bro! Kijk, die kan ik dan hier zo mooi zo onder zo hangen. Dan hangt hij een beetje netjes, zodat die zuignappen vrij blijven en niet beschadigd. Ik heb er natuurlijk wel kapjes op, maar dan alsnog. En ik heb een pH-waarde voor het water gehaald. Een testkitje. Dit had ik eigenlijk al liggen trouwens. En chloor, dat is belangrijk. En de pool ziet er nu zo uit. Donders, ja ja. Het begint al wat te worden. Het begint al serieus wat te worden. Nice. Dit is hem. Nou ja, hij is nog niet helemaal vol, maar... Prachtig. En dan is het nu tijd om GTA op te nemen zometeen. En ja, dat bad, dat loopt wel vol. En dan ga ik de vlog ook nog even snel editen. Kan die ook online van het weekend of wanneer ik hem ook upload. Wordt leuk. Top, dan ga ik even editen. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren natuurlijk op Chrome Vlogs en mijn gaming kanaal. Linken staan in de beschrijving. JD Engineering, thank you very much voor de stage. Hij werkt na 2 dagen nog steeds, dus dat is een goed teken. En ik heb er goed veel plezier mee. Wie weet in de toekomst nog een keer stage 2. Maar dat zien we allemaal wel in de aankomende tijd. See you later, alligator. Doei. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond. En het duimpje omhoog te doen als je merchandise wil. Link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo yo, yo yo.